gaan 32 kilometer fietsen en dat is gewoon een rondje om het park heen, de lange route. We fietsen natuurlijk voor de gezondheid van onszelf. De name of the trail is Mondi Sides. Dat is een nieuwe trail dat we hebben nu gemaakt. En dat duurde 2,5 uur zo lopen. Die area dat we gaan vandaag eventjes gaan lopen is helemaal nieuw. Weinig mensen lopen daar in die gedeelte. Alleen de geiten en zo. Maar heel mooie landschap, heel mooi gedeelte van het park. Oké mensen, welkom bij de open dag van Sinapa voor het Washington Slagbijtpark. Niet alleen de open dag, maar ook gelijk het 45 jaar bestaan van dit park. Uniek stukje op Bonaire. Vandaag hebben wij allerlei activiteiten die we doen. Buiten alle muziek en steentjes met eten en drinken die er jaarlijks aanwezig zijn. Hebben we wat nieuwe dingen voor dit jaar. Criabon van de land- en tuinbouw heeft een steentje achter in de hoek. We hebben een steentje met wat activiteiten, zoals mensen die wat sieraden, schilderijen verkopen. Planten worden er dit jaar weer opnieuw verkocht. Achter mij zien jullie voor de schildpadden, de STCB. Die hier aanwezig is en aan mijn andere zijde de junior eentjes, nog wat steentjes met sieraden en kleine activiteiten. Verder hadden we dit jaar zijn we de dag begonnen met een mountainbike race, een fietstour en tegelijkertijd een wandeling in een nieuw gebied, Mundi Zuid. Vanochtend om 7 uur was de inschrijving voor alle fietsers. Ongeveer 60 deelnemers, dus dat is een mooi begin van de dag. Siabel deputado, senhor Kroon. Invitado nan, bom benina celebração de 45 anos de Sinapa. Essa aqui apone com o paboneiro assina tanto um transpasso de e-plantagem a um lugar Robilier e dia 10 de maio, 1969, é apertura de e-promet Parque Nacional de Antilla, awardo efetuado do governador Colado Brod. Binnen het park hebben we een hoop dingen veranderd. We hebben de afgelopen tijd zijn we hard bezig geweest aan de wegen. De zandwegen allemaal opnieuw met de grader gevlakt. We hebben een mooie kidstrail aangelegd voor kinderen. Tussen de 4 en de 10 jaar oud met allerlei vragen en oefeningen. Wat zijn nog meer de plannen? We hebben nog heel veel plannen voor de tweede helft van het jaar. We gaan werken aan de betonwegen. Ook daar worden alle slechte stukken vervangen en vernieuwd. Slagbij hebben we nog plannen mee. Die moet verder opgeknapt worden. Ik heb een hoop bankjes neergezet. Waarbij mensen gewoon weer lekker kunnen genieten van de natuur. Lekker bij slagbij langs de rand van het meer kunnen zitten. En genieten van de flamingo's die daar zijn. In 1919, de familie van de Brood van Slagbij heeft een stuk gedeelte in het noorden van het eiland Bonaire verkopen met de familie Herrera. En die familie Herrera van John Heispu Herrera, en daarna John Heispu was doodgegaan rond 1933. En daarna kwam Boy van der Rey steek over van deze grote terrein, was een plantage van de familie Herrera. Toen Boy dit gebied heeft, Boy blijft werken met dit gebied, met geiten kweken, en koeien en schapen en ook planten mais. Komt hij meteen met een idee voor dit zijn plantage een natuurreservaat willen maken. Voor niet te verkopen, voor mensen een hotel te gaan bouwen. Daarna is Boy doodgegaan, zodat Boy en L.D. Geraas was heel goede vrienden van elkaar. En L.D. blijft met een idee in zijn hoofd, blijft praten met de gouvernement in die tijd van Bonaire. Voor deze plantage te kopen voor een natuurreservaat te maken. In 1967
heeft de gouvernement van Bonaire dit gebied van 2000 zoveel hectare gekocht voor een natuurreservaat te maken. En die is open op 9 mei 1969. De eerste keer dat de deur was opengemaakt. In die tijd was dit gebied alleen met één park wachten. Dat was Eddy Frans. En daarna kwam ik volunteers in 15 juli 1970 naar dit park. Tot vandaag zit ik hier, maar ik ben schrijvers. Alles wat gebeurt wordt op papier gezet van de natuur. En ook hebben we mooie ideeën voor de lokale mensen hier te brengen. Voor de historie van de plantage. History of the park. Laat de mensen komen hier kijken. Laat de mensen komen zien wat we hebben. Dat naar scholen brengen. We hebben zoveel historie van de tijd van de Indianen. Tijd van de Spanjaarden. Tijd van de Engelsen. Tijd van de Portugezen. Al deze mensen hebben gewoon in het noordwestgebied van deze eilanden. Bij de library, daar hebben wij een expositie gemaakt die er een maand of twee zal hangen over onderzoek naar vleermuizen. Gedaan door de afdeling research binnen Stinapa. En hier kunnen mensen een beeld krijgen hoe Stinapa 's avonds bij de grotten zit, de vleermuizen vangt, uiteindelijk onderzoek daarna doet en ze uiteindelijk weer vrij laten. De educatieafdeling van Stinapa. We hebben twee staf, twee personeel en een variëteit van activiteiten. We hebben in de ochtenduren scholen, dus alle scholen van Bonaire hebben activiteit met Stinapa vanuit groep 1 tot en met groep 8. En dan 's middags hebben we ook naschoolse activiteiten. En heel vaak ook met tieners van 13 tot en met 21 jaar. Dat is het Junior Ranger programma. Maar we hebben ook de Turtles van Bonaire. Dat is een snorkelprogramma. We hebben andere activiteiten voor na scholen, zoals de Junior Ecologists. Dus dan gaan we echt lopen en over praten over de natuur en wat er allemaal eigenlijk hoe alles elkaar nodig heeft in de natuur. Het is heel belangrijk voor kinderen al op een hele jonge leeftijd bij te brengen en erop te laten zien hoe alles in de natuur van elkaar leeft. Dus een dier die leeft van planten of van andere dieren. En dat is hetzelfde natuurlijk ook net als de mens. Wij leven ook van de natuur. En dus die begrip is heel belangrijk voor Stinapa om dat heel jong dat de kinderen dat begrijpen vanuit heel jong. Je hebt geen cursus nodig om bij de Union Rangers te gaan. Je kan altijd joinen, erbij komen. Maar als je bij de Union Rangers zit, ga je wel vaak cursussen krijgen. Dus je krijgt de duikcursus, fish ID. Heel hoog komen met duiken en zo. En fish ID. Ik vind dat het eigenlijk nooit verstoord mag worden. Want we vergeten dat natuur zonder ons kan, maar wij niet zonder natuur. Bijvoorbeeld een dividivi, een wajaka, van alles, weet je. Zelfverbouwing van onze eigen groenten te stimuleren. Dat is dus dat de mensen dus, hier op Bonaire zelf het eten kunnen produceren. Het Washington Slagbijpark is een ontzettend belangrijk gebied voor Bonaire. Het is een uniek gebied. Het beslaat een groot deel van het, of een behoorlijk deel van het eiland, hè, van het noordelijk gedeelte. Het is belangrijk op verschillende vlakken. Voor mensen is het ook echt een plek om even weg te zijn uit de dagelijkse realiteit. Voor veel mensen is het ook een soort vakantie. Veel mensen vertoeven ook lekker bij slagbijen, huren daar ook regelmatig de huizen. Niet iedereen is in staat om regelmatig van het eiland af te gaan. Dus op die manier, ook financieel gezien voor veel mensen, is het een heerlijke plek om toch even een kleine vakantie te hebben en even weg te zijn uit de dagelijkse sleur. De mens is gewoon een deel van de natuur. En de kinderen
hebben dat in zich. Hè? Dus ze zijn nieuwsgierig. Ja? Je kan ze heel snel... Ze zijn sponsen. Dus op die leeftijd, op een jongere leeftijd, als ze dat begrijpen... dan blijft het echt in hun hart en in hun ziel. Hè? Dan snappen ze het. De natuur is zo belangrijk. Als je dat niet bijbrengt, dan heb je dat de mens... wat heel veel is gebeurd met de oudere generatie... ze zijn vervreemd geraakt met natuur. Ja? En hoe raar het ook klinkt, zijn oudere generaties die... Ja, het zal hun worst wezen dat ze ademhalen doordat de planten een proces gaan met oxygen en zo. Maar als je dat kinderen bijbrengt, dan is het is gewoon voor hun, het wordt heel belangrijk. Het is een punt in hun leven. Oh, dus daardoor kan ik dus ademhalen. En dus natuureducatie is een heel belangrijke thema voor... Ik denk voor alle natuurorganisaties, dus educatie. Ricco Moreiro! Applausi, 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 applausi